people them lose their minds when I drop the rhythm from height. Them people them lose their minds, drop rhymes from out to the sky. The people them lose their, but girl you cannot deny. Okay, er is niks aan de hand. Niks aan de hand. Hey, Oscar. Hey. Ik vroeg me af of je zin hebt om in een pauze samen te chillen. Kijk, nu je zo cool bent, hè, vind ik wel dat je een tweede kans verdient. Had jij niet met Benji dan? Benji is een jochie vergeleken met jou, hè? Kijk, jij, Oscar, bent de echte vent. Echte vent. Ja, tuurlijk. Lijkt me te gek om te chillen. Ah, top. Oh, wacht. Eén dingetje. Vergeet je niet de luier aan te doen. Hè? Ik vind het nogal goor als het in je broek zit namelijk. Wat, dat was ik helemaal niet. Dat was Lucas. Classy. Oh, damn. Dat heeft gewoon pijn aan mijn hart en mijn ogen. Dit is bullshit. Ik heb het toch niet in mijn broek gedaan? Maar je zijn wel stoute flesse gasten. Drie musketeers. Drie scheiden, zou je bedoelen. Zo. Jij hebt weinig bewonderaars over zo te zien. Kennen we elkaar? Ah, gast. Oké, dit is nu officieel een ramp. Nee, een shitstorm van Lucas poep die door de hele ruimte vliegt. En dan heb ik het niet over gewone harde poep. Ik heb het over die smerige zachte shit. Gast, wat loo je nou? Ja, de flexe gasten worden nu meegezogen in wat Lucas heeft veroorzaakt. Hey, ik heb hem nog zo gezegd, doe het niet. Maar nee, Lucas wilde weer eens niet luisteren. Maak je niet zo druk, joh. Wat wij moeten doen is focussen op die wedstrijd, oké? Dat is het enige wat ons hier bovenop gaat helpen. De wedstrijd, ja. En over hoeveel weken was die ook alweer? 5. Dat duurt veel te lang. We moeten het nu afhandelen. Het lijkt erop dat jullie last hebben van serieuze imagoschade, jongens. Imago wat? Imagoschade. De beste rappers overkomt het. Ruzie met je vriendin, te hard rijden. Allemaal dingen waardoor je negatief in de publiciteit komt. Maar wat doen we eraan dan? We breken met Lucas. What? No way. We zijn beste vrienden. We moeten er zijn voor elkaar. En waar is Lucas dan, als dit zo belangrijk is? Ja? Gast, waar blijf je? Ik weet niet of je het hebt gemist of zo, maar ik ben trending, Steve. Iedereen noemt me bruine slip. We zouden toch die track afmaken? Ja, dag. Echt niet dat ik nu naar school kom. En al helemaal niet om een of andere domme track te maken. Domme track. Oké. Luister, Steve, ik zit te denken om een harakiri uit te voeren... om maar even aan te geven hoe ik me voel. Harakiri, wat is dat? Geen idee. Luc, niet zo overdreven. Kom gewoon naar school, dan maken we die track af. Wil je die hiphopwedstrijd winnen of niet? Luister, Steve, niet alles draait om hiphop. Luc? Nou ja, we maken die track wel met z'n tweeën. Het is niet alsof Lucas echt onmisbaar is. Jongens, Oscar heeft wel een beetje gelijk. Je kan dit soort dingen maar beter snel oplossen voordat het een eigen leven gaat leiden. Mijn advies, zoek de publiciteit op en omarm je zwakte. Wees er in ieder geval niet bang voor. Gast, waar ga je heen? Ja, wat nodig is, onze ass redden. Oscar, wacht, ga nog niet iets doms lopen doen. Het laatste wat je wilt is ruzie met Lucas. Hij is weg. Het is ontzettend jammer, maar Lucas heeft besloten dat hij zijn werk bij Flex Gasten niet langer kan combineren met zijn nieuwe liefde. Karate. En daarom heeft hij nu even besloten om in ieder geval tijdelijk een stapje terug te doen. Dus je zegt dat het Lucas' eigen keuze is om uit Flex Gasten te stappen? Ja, ja, helaas wel, ja. Dus hij is er niet uitgezet, hè, door dat incident in de kantine? Uitgezet? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb ontzettend veel bewondering voor Lucas. Hij is ontzettend getalenteerd en hij zal altijd terug mogen komen als hij dat wil. Ja,
lul. Dit is de voicemail van de enige echte Oscarito. You have offended my family. And you have offended the Shaolin Temple. You have offended my family. And you have offended the Shaolin Temple. You have offended my family. Shaolin Temple. Steve? Ja? Weet je wat jij moet doen? Lekker zelf die beat maken. Ik? Ja. Ik weet niet. Ik heb nog nooit een beat gemaakt. Dat doet Oscar eigenlijk altijd. Dan kan je toch leren? Het hoeft toch niet in één keer perfect? En bovendien. Als Oscar het kan, kan jij toch ook? Alsof jij nu even makkelijk een beat uit je muis schudt. Ik zou het wel kunnen, hoor. Oké, doe dan. Oké. Klaar voor? Ja. Oké. Oh, je beatbox met consumptie. Eikel. Hey, gast. Ik hem aan, ouwe. Ik hem aan, man. Ja, man. Ja, graag. Lucas heeft aangegeven ja. Dat hij... Alsjeblieft, man. Geniet ervan. Dankjewel. ...combineren met zijn nieuwe liefde. Poepen. Ja, hij is er dus niet uitgezet door dat incident, hè, in de kantine. Nee, ik heb ontzettend veel bewondering voor Lucas, hè. Hij heeft echt lekker ruikende poep. Wat? Hij mag altijd bij me op schoot komen zitten als hij dat wil. Huh? Je stinkt, man. Naar poep. Hij mag altijd bij me op schoot komen zitten als hij dat wil. Niet langer, met zijn nieuwe hobby. Poepen. Hij heeft echt lekker ruikende poep. Hij mag altijd bij me op schoot komen zitten als hij dat wil. Oscar! Oscar, waar ben je? Lucas? Weet je waar Oscar is? Volgens mij in de kantine. Oscar. Jullie vinden jezelf al fatu, hè, met jullie lollige posts. Sorry? Ja, lekker makkelijk. Iemand zo belachelijk maken. Wij proberen tenminste iets te bereiken. Oeh. Grap, ik heb geen idee waar jij het over hebt. Echt. Jullie vinden jezelf oh zo cool, maar ondertussen kunnen jullie niks anders dan anderen uitlachen. Ha, ha, ha. Ja, lach maar. He, over 10 jaar werken jullie in de supermarkt en ben ik CEO van mijn eigen platenlabel. Losers. Ja, toch. Ja, en jouw haar lijkt op een vogelnest. Heeft iemand je dat wel eens verteld? Nou. Dat is ook niet zo aardig. Ik zou maar snel sorry zeggen. Is niet tof om mensen zomaar vast te beschuldigen. Nee, ik heb ontzettend veel bewondering voor Lucas, hè. Hij heeft echt lekker ruikende poep. Jij. Pak me dan. Nou, wie is hier nu de loser, hè? Jij bent wel oké, kleine. Waar heb je dat geleerd, die geintjes? In het weeshuis? Weeshuis? Gast, beste reis zo dom. Kijk even goed. Oscars broertje. Alleen is hij een sukkel. What the fuck? Hoe heb je zo'n sukkel als broer? Kom, jongen. Sorry, man. Ja, ik had naar Steve moeten luisteren. Ik had het interview nooit mogen geven. Ik probeerde gewoon... Ja, de imago-schade te beperken, I know. Ken je langer dan vandaag? Maar ik zei wel dat je altijd terug mocht komen, hè? Als je dat wilde. Ik kwam hier naartoe om klappen te verkopen. Ja, dat is wel plan eigenlijk. Sorry, man. Nu heb je dat pak voor niks aangetrokken.
Niet per se. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you feel... Yeah! Ja, waar gaan we heen, kleine man? Oscar, Lucas, maar we zijn toch vrienden? Nee! Jongens, stop alsjeblieft! Jongens, sorry, stop, dit is echt niet tof! Waar hing jij? Ayura! Ik was een track aan het maken. Help me! Ik wilde net jullie wat laten horen. Logudo, Logudo! Wat doen jullie? Oscar, ik zal nooit meer domme filmpjes over je maken, oké? Okay? Het kan ook later, als dat beter uitkomt. Nee, is goed. We zijn klaar. Alsjeblieft, laat me los. Ik ben oké allemaal. Ik ben oké. Ik ben oké. Dankjewel. Ik heb zo'n vriendin geregeld. Zo moeilijk is dat niet. We vroegen ons gewoon af of je single bent. Oh, oké. Okay. Als jij of Lucas voor het eind van de dag een date fixt... Mogen jullie bepalen wat we gaan maken, oké? Blijkbaar ben je dus net zo'n player als al die andere jongens. Player?